Goedemorgen, het is maandag. Het is 7:05. Om 7 uur ging mijn wekker en het is weer donker in de ochtend. No, ik heb daar echt zo'n hekel aan. In september begint het altijd weer, die tijd dat het zo pikdonker is terwijl je wakker bent. En nog erger, als je dan naar school of naar kantoor of whatever gaat en dat het dan donker is als je weer naar huis gaat. En ik heb elk jaar een beetje een soort van winterdipje. Dus ik ga dit jaar extra mijn best doen om gewoon veel naar buiten te gaan. Ook als het nog licht is, om het gewoon te voorkomen. Goed, ik ga even een kopje koffie drinken. En dan ga ik even douchen. Of is volgens mij bijna klaar met douchen. Duimpje omhoog. Als jij ook echt geen zin hebt in deze periode met donkerheid in de ochtend en zo. Een cortado. Ik heb net even een filmpje opgenomen in de badkamer over het acne, wat er werkte bij mij. Want alweer heb ik dit, zijn routine dingetje, en alweer werkt het. Dus ik doe dit al een tijdje. Maar goed, ik ga mijn beauty gloss zetten. En nu gaan we even aankleden. Of je gaat dan naar werk toe. Hoe laat is het dan? 7:39. Ja, ik moet ook naar kantoor zo. Ik ben mee van het opmaken en ik vroeg gisteren op Twitter wat iedereen eigenlijk van die fast forward stukjes in vlogs vindt. Want het kost me namelijk, dat weet niemand, maar het kost mij mijn halve SD-kaart en mijn halve batterij. Ik vind dat heel leuk, ik vond het een leuke toevoeging. Maar ik heb het idee dat niet iedereen het heel boeiend vindt. Dus ik vroeg het en toen zeiden heel veel mensen van ja, ik vind het eigenlijk alleen leuk bij make-up stukjes en bij koken. Dus bedankt voor jullie feedback, dat is wat ik voortaan ga doen. Alleen mijn make-up. Ja, of was het echt heel boeiend. Dus met reisdingen en zo vonden mensen het ook wel leuk. Dus weet je wel, ik vind zelf ook het allerleukst met het vliegtuig opstijgen en dalen. Om dat te fast-forwarden. Maar het kost zo freaking veel camera. Tijd ook en zo. Kijk, als je hem neerzet is niet boeiend. Maar je SD-kaart is voor de helft vol en alles. Maar goed, nou weet ik dat. Dus bedankt daarvoor. Daar zit ik weer me op te maken zoals vanouds. Ik heb Nikki's paletten gebruikt en een lijntje gezet met de paarse oogschaduw. Ook al zie je dat bijna niet, maar ja, heel zacht. Het is een mooi doosje, er zitten echt goede pigmenten in. De geur die ik vandaag opdoe is... Oeh, wat zal ik eens doen? Ik heb echt op body splashes geleefd de afgelopen weken. Daisy Marc Jacobs. Ik heb mijn haar ook inmiddels gedaan, ik heb een vlecht... Dit is wat ik aan heb. Een shirt van Lofi's heb ik al heel lang. Daaronder heb ik een Anna BH. Dit is zo'n shirt waar je heel af en toe een stukje BH ziet. Dus dan beweeg je en dan valt hij net even zo. Dus dan vind ik het wel leuk om een mooie BH onder aan te doen. Een Anna BH van Hunkemuller. Dan heb ik deze jegging aan die ik al heel lang heb. En de schoentjes van Manon voor Tango. Oh, ik zit weer in de auto. Het is 8:30. Ik ga naar kantoor. Ik heb om 10:30 een afspraak bij de tandarts voor dat stukje wat van mijn tand af is. Stiekem hoopte ik al die tijd dat mijn tand niet compleet af zou breken. Want daar was ik gewoon heel erg bang voor. Maar dat is niet gebeurd. Maar dat stuk is er nog steeds uit. Er is gewoon letterlijk... Dit is mijn tand. Het is letterlijk... Zo'n... Nou ja. Maakt niet uit. Dus op naar kantoor. Iedereen heeft altijd zoiets op vakantie van... Ja, nou is het wel genoeg. Nou wil ik wel weer naar huis. Ik heb dat nooit. Maar ik weet wel dat het moment dat ik naar huis ben en ik ga weer echt aan de slag zoals ik dat altijd doe, dan heb ik er echt zo'n zin in. Dat heb ik nu ook. Dan denk ik, ah, ik heb zo zin om naar kantoor te gaan. En ik weet, het is niet heel gebruikelijk of zo. Maar ik word gewoon oprecht heel gelukkig van wat ik doe. Ik word heel gelukkig van dit, van YouTube, van het werk eromheen. En ja, ik heb daar wel echt zin in. Gewoon, yes! De planning voor vandaag is, ik heb achterin wat spullen om te doneren bij de kringloopwinkel. Ik ga eerst naar kantoor, heel even werken. Dan ga ik met Mak richting
kringloop. Daarna pakjes halen. Daarna naar de tandarts. Dan moet ze maar even mee. En daarna terug naar kantoor. En dan gewoon werken, werken en dingen doen en zo. Ik ben op kantoor. Kijk hoe mooi clean. En daar is Mak. Oh. Alright, een paar dingen gedaan. We gaan nu pakjes halen. En spullen naar de kringloop brengen. Het spullen voor de kringloop. Zak en doos. Ik kom net van de tandarts en mijn tand is gefixt aan de achterkant. Het was iemand anders die normaal mijn tanden niet doet, maar ze had een ASMR stem. Beste ASMR tandbehandeling ever. We hebben pakjes gehaald. Dying van de honger. Ik heb dus vanochtend havermout gegeten met aardbei, maar de amandelmelk is bijna op. Dus ik had echt een piepklein beetje amandelmelk en de rest heb ik maar gewoon water gedaan. En vroeger at ik het dus altijd alleen maar met water. En wow, wat een verschil. Ik heb zo'n honger. Oh. En ik ben weer op kantoor, 11:35. Ik ga beginnen aan mijn to-do-lijstje. Die had ik gemaakt. Ik moet eens laten zien trouwens. Ik had hem gemaakt. En hij ziet er als volgt uit. Ik zou een eetje hebben vanavond, maar dat gaat niet door. Mijn zakenrelatie uit Londen, die blijft toch in Londen. De to-do-list van de week. Hoe en wat en waar. En het is dit weekend, vriendinnenweekend. Super veel zin in. Maar dat houdt ook in dat ik vrijdag niet achter de laptop kan. Dus ja... Kijken, kantoor, tandarts. Yes, let's do it. Lunch. Het ziet er weer amazing uit. Yummy. Ik ben er bijna en ik ben even afgeleid, want ik lees allemaal dingen over yurts. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar het heet een yurt en dat is een soort tent waar mensen in wonen. Ik ben helemaal gefascineerd. Ik wist wel dat er mensen waren in Nederland die in tenten wonen, maar dit is dus een Mongoolse tent. Best een hele mooie. En ik zie hier dat ze 5.000 tot 12.000 euro kosten. Dus het is ook niet echt heel goedkoop of zo. Ik vond het wel een goed artikel. Het is wel een tent met wifi, hè? Dat als je dat googelt, dan vind je hem wel. Fascinerend. Zouden jullie in een tent kunnen wonen? Laat wel zeg maar wat luxe tent. Maar je moet bijvoorbeeld douchen en naar de wc gaan. Kan niet in de tent. Dat moet ergens anders. Kijk, daar zou ik wel moeite mee hebben. Ook als ik kijk naar Burning Man en zo. Ik kan het, maar ik vind wel... De comfort van mijn eigen badkamer en wc. Desnoods gedeeld met mensen, maar wel een soort van vast aan mijn woongedeelte. Niet dat ik via buiten daarheen moet, vind ik wel een soort van belangrijk. Maar ik vind het heel fascinerend dit. Het is echt, ik wil er meer over lezen, maar ik moet werken. Het is 6:30. Ik doe heel even een wrapje met hummus eten. En dan ga ik... Oeh, wat moest ik nou nog doen? Oh ja, oké, nee, dat kan thuis. En dan ga ik naar huis... Dan ga ik zo even boodschappen doen en dan gaan we even naar Ikea en dan gaan we daar ook eten, want we moeten wat dingen halen. Ik moet echt met mezelf gaan afspreken dat ik rond 5 mijn werk ga afronden. Want ik rond het altijd af rond 6 met als resultaat dat ik pas 6:30 echt klaar ben om weg te gaan. En dat staat natuurlijk nergens op, want als ik dan boodschappen doe en dat soort dingen, dan ben ik echt 7, nou nee, ik zeg het verkeerd, 7:30 thuis. Staat toch nergens op. Wanneer doen jullie het liefst boodschappen? Daar ben ik echt serieus benieuwd naar, want... Ik vind het lastig. Ik ben niet zo'n grote fan van zaterdag boodschappen doen. Ik doe het liever door de week even snel. We hebben het ook een paar keer besteld, maar ik vind de bezorgkosten weer heel duur. Hoe doen jullie dat? Doe je na je werk boodschappen? Of doe je het tussendoor? Of in het weekend? Of doe je het één keer in de week? Of doe je het meerdere keer? Wij doen gewoon hier en daar. En we hebben eigenlijk helemaal geen concreet plan. We doen het hier en daar allebei af en toe. Soms groot en veel en soms kleine beetjes voor één dag. Het is gewoon... Er zit geen systeem in hier. Jumbo heeft nu ook zoete aardappelen, maar kijk even hoe klein ze zijn. Nee, deze gaat dan wel, maar die andere zijn echt vet klein. Heeft hier iemand wel eens mee gekookt? Dit is zo'n fles met egg whites. 15 liquid egg whites. Prijzig, maar ik weet het even niet. Boodschappen klaar. Nu naar huis. Ik ga alles uitpakken en naar de Ikea. Boodschappen uitgepakt. Dit is wat ik allemaal heb gehaald. Ik heb hier een notenvruchtenmix voor het ontbijt. Dadels. Oh, ik heb daar een spirulina poeder gehaald. Want we hadden spirulina pillen, maar die zijn opgegaan. Zoete aardappelen, havermout, broccoli, dingetjes, alles. Lalalala, klaar. Fifski. Hi, Ski. Hi. We gaan naar Ikea. Yes. Eten. Nom. I love deze kurktafel. 200 euro, het enige is echt serieus kurk. Dus je duwt je nagel erin, blijft erin. But it's really cool. We hebben onze kar gevuld. Ik twijfel een beetje, dit is niet te geel. Misschien lijkt het omdat dit spierwit is. Ik denk het niet. Ik denk dat hij oké is.
zijn thuis een paar dingetjes die ik heb gekocht. Deze lunchbox. Dit voor olijfolie. En extra potjes. Want we hebben nog niet genoeg voor wat we toen hadden gekocht. We hebben volgens mij 4 extra kruiden nu, zoiets. En dan heb ik nog wat extra. Olijfolie die bijna op is, zit nu hierin. Veel charmanter, toch? Kijk, de kruidenla is weer aangevuld. Hoe netjes ziet dit eruit. Ik heb nu kaneel erbij en koek- en speculaaskruiden. Cajun, een van onze favorieten. En ik heb... Nee, dat waren het nieuws en verder hebben we die leeg nog erbij. En verder heb ik alleen nog die Marokkaanse kruiden. Daar kook ik nu het meest mee, die heb ik aangevuld. Oké, ik heb er nu 3 zouten bij gedaan die ik heel veel gebruik. Ik heb hier, zeg maar, we hebben koffie en dan nog een paar extra dingen. Hier, deze die wil ik echt gewoon hierin doen. Hier zoals dit bijvoorbeeld, dit zijn chilies die ik ter plekke kapot maak, zeg maar. Dus dat blijft zo, maar verder. Hier, we hebben Keltisch sesam met chili, Keltisch sesam met kruiden en smoked salt, dus gerookt zout. Zo. Ik heb gelijk wat gereorganiseerd. Eerst zat de havermout hierin en dat was net iets minder dan 1 pak. Super irritant. En nu heb ik dit en dan heb ik een halve cup. En daarmee kan je zo steeds havermout pakken. Zo. Super handige pot. Kijk, ik heb in deze nu de zaden gedaan voor erbij. Zo. Of moet altijd lachen als ik weer dingen opnieuw ingedeeld heb en zo. Ja, maar er zit minimaal 3 keer per week doet. Ja, maar ik vind het leuk. I know, daarom zijn we alles kwijt. Niet waar. Jij bent alles kwijt. Jij ook. En dan vraag ik, voef je waar? Nee. Ik zeg eerlijk, dit is echt een goed systeem met die grote pot. Ik vond dit geweldig. Het enige wat ik deed was hierin gooien en deed klaar. Ja, maar dat is het. Er is nog iets minder dan een zakje pasta erin. Hoe irritant was dat? Ik weet niet, voef. Ja. Ik ga de vlog afsluiten. Welterusten, bedankt voor het kijken en tot morgen. Doei. Dag. Even hoor, maar iedere avond is dit een struggle. Siem, die extreem zielig komt bedelen of die bij ons mag slapen. Kookboeken hier, healthy boeken hier, mijn kookdingen hier met partyrecepten en dingetje boeken. En eentje hier die dan net even wat beter...